stuk. We vroegen het wel met kennis namelijk in oud geweest bij wedstrijden, maar nooit in DJB stadion. Ja, dit is echt een uitstapje. Het is toch fantastisch. Net kwamen er wat mensen, kwamen me al bedanken. Want ze hadden echt een dagje uit op deze manier. En velen zijn nog nooit in het stadion geweest. Dus het is echt heerlijk genieten. Alleen de tocht hier naartoe in de bus, heb ik al van diverse gehoord, was al een feestje. Ja, dat is prachtig. Heerlijk. Ze komen van Heinde verder? Ze komen uit de hele Noordkop, hè? Van Den Helder tot Den Oever, tot Winkel, noem maar op. Dus het hele Noordkopgebied. Kom op jongens! Je hebt nog echt een shirt aan met DSB en Frisia erop, dus dat is een oudje. Ja, deze is van mijn maatje. Die mocht ik lenen, maar deze is van mezelf. Dus ja. De spelers, ken je die goed? Heb je een favoriet misschien? Ja, Jansen. Vincent Jansen. Ja, dat is... Die tegenwoordig zo hot. Dus... Lopende wapens, de topscorer van AZ. Nummer 18, Vincent Jansen. Beetje tevreden zoals AZ het doet? Ja, namelijk nu wel. Namelijk de eerste helft was ik 0-0. Maar nu... maar nu is het wel lekker zo. Namelijk 2-0. Dus die wedstrijd zit wel in de tas. Dus, En zo wint AZ met 2-0 van Excelsior. De doelpunt van Dirk Lucassen. Hey, morgen weer gewoon werken? Ja, tuurlijk. Morgen ga ik gewoon weer aan het werk. Wat doe je? Noordelijk kwartier schoonmaken. En dan gaan jullie zeker morgen de hele dag over deze wedstrijd kletsen, of niet? Nou, niet de hele dag. Er moet ook gewerkt worden.